blijven nooit tijdens een workshop helemaal in de goede bakken. Dus het is... We hebben vanmiddag een Digi Playground. We gaan met Lego spelen. Kinderen gaan robotjes maken en programmeren met Lego. Het is een soort pakket wat je kan kopen. En daar zit een app bij. En die app kan je dan, daar wordt dan uitgelegd hoe je dingen kan bouwen en dergelijke. Waarom doen jullie dan toch hier? Omdat we eigenlijk kinderen kennis willen laten maken met programmeren, met ook met Lego in dit geval. Maar vooral kennis laten maken met wat de nieuwe techniek allemaal kan. En zij leren dus hier aan de hand van Lego hoe programmeren kan werken. Programmeren is heel technisch, maar dit zijn best jonge kinderen. Is het niet zo moeilijk dan? Nee, het is heel simpel eigenlijk. Ook in de app werkt het met een soort Lego-blokjes. Het zijn een soort kleine pictogrammetjes die je als een Lego-blokje aan elkaar klikt. En dan maak je met aan de hand van die blokjes maak je een programma. Echt om kinderen kennis te laten maken met die 21st century skills, zoals dat heet. Dus met programmeren, met ook andere dingen, zoals 3D-printen en noem maar op. Hele verschillende dingen. Het is echt kinderen wegwijs maken in die nieuwe technieken. We geven kinderen ook workshops met VR-brillen, waarin ze hun eigen wereld gaan bouwen en vervolgens met de VR-bril ook echt kunnen rondlopen in de wereld die ze gebouwd hebben. Tekenen, voor kinderen die echt niet kunnen tekenen, dan is er gewoon een programma dat raadt wat hij denkt dat jij tekent. En dan kan je op die manier heel makkelijk toch een leuke tekening maken, ook op de computer. We hebben ook echt leren programmeren. Dat werkt een beetje hetzelfde als dit, maar dan puur op de computer. En dan gaan ze een eigen game maken. En zo hebben we nog veel meer dingen. Dus de kinderen moeten goed de website in de gaten houden? Dat sowieso. Ons boekje en de website.